Nederland zijn er honderden opvanglocaties. In die opvanglocaties wonen meer dan 50.000 kinderen. De mensen die hier werken, werken allemaal heel hard. Zo hard dat er soms geen tijd meer over is om naar kinderen te luisteren. Goeiedag. Ja, ik zou teruggebeld worden, maar ik ben niet meer. Ja, ik snap het ook niet waarom ik heel veel kinderen. Ik heb gewoon kinderen. Ja, dat weet ik ook niet. En dit is dus hoe het elke dag precies hier gaat. Mensen die hebben het al veel te druk met grote mensen dingen. En wij, de kinderen, worden daarin niet gezien of gehoord. Oh, ja, nee, ga maar door hoor. Kortom, kinderen worden hier niet gezien of gehoord. Hiervan heb ik nog wel een paar voorbeelden. Bij de gemeente proberen ze kinderen uit opvanghuizen aan het woord te laten in vergaderingen. Ja, we gaan het vandaag hebben over het welbevinden van onze jeugd, van de jeugd, en dat zijn jullie, in ons opvanghuis De Sireen. Maar of kinderen hier echt gehoord worden? Goedemiddag. Nou, vanuit de gemeente hebben wij de vraag, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen zich veiliger voelen? Ik denk dat er minder speelgoed moet komen. Het speelgoed is echt levensgevaarlijk. En ja, kinderen die hoeven geen speelgoed. Nee, ik vind dat alles speelgoed eruit moet. Ja, maar... Helemaal mee eens. Speelgoed van tegenwoordig moet aan zoveel dingen voldoen. Dus speelgoed gaat van het lijstje. Voor de veiligheid voor de kinderen. Oké, de volgende vraag. Welke apparaten gebruiken jullie voor mediawijsheid? Tablet. Nou, ik denk dat ze beter aan hun huiswerk kunnen gaan zitten en geen spelletjes spelen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat ze alleen nog maar educatieve boeken moeten lezen, want dat is goed voor hun ontwikkeling. Ja. Ik vind, je hebt helemaal gelijk hoor. Boeken, dat zijn het allerbelangrijkste in het leven. Daar draait het om. Oké, boeken, dat ga ik noteren. Geen wifi? Nee, dat is echt schadelijk voor kinderen. De meeste kinderen gaan daarom maar zelf op zoek naar een plek waar ze veilig kunnen spelen. Of tot rust kunnen komen. Waar ga je eigenlijk heen als je tot rust wil komen? In de opvang waar ik woon is er een heel mooie plek. Daar kom ik helemaal tot rust. Alles wat erin zit is geweldig en leuk. Woehoe. En een echte superplek. Ja, dat wil ik wel zien. Laten we kijken. Kom mee dan. We moesten alle spullen daar kwijt, want we hadden een lekkage in de kelder. En dat moest allemaal opgeruimd worden, veilig opgeruimd worden. En buiten in onze speelplek. Ja, die hadden we ook nodig, want er moesten zoveel mensen komen helpen. Dat de auto's neergezet moesten worden, die moesten allemaal van ver komen. Dus dat kon niet anders. How could this happen to me? Het lijkt erop dat kinderen die in opvanglocaties wonen nog niet echt gehoord worden. Daarom hebben wij besloten om deze film te maken. Om onze stem te laten horen en te laten zien hoe wij erover denken. En wij zijn niet de enigen die er zo over denken. Precies. Er wordt nog veel te veel over kinderen gesproken en veel te weinig met kinderen. En dat terwijl kinderen heel goed weten wat ze nodig hebben en willen. Kinderen kijken namelijk heel anders tegen de wereld dan volwassenen en hebben vaak ideeën en oplossingen waar wij als volwassenen nog nooit over hebben nagedacht. Daarom, lieve kijkers, wil ik van jullie vragen om meer naar kinderen te luisteren in opvanghuizen en minder over hen te oordelen en te beslissen. Dank jullie wel. Yay! Staat goed op beeld, toch?
is jou begonnen dan? Nee, het geluid stond ook nog niet aan hoor. Zo te zien moet er nog heel veel gebeuren.